waar zou deze foto gemaakt zijn? De benen van Marco Overmars. Overmars was links buiten. Dus daar is een goal. Ik denk aan die kant een beetje. Even kijken. Ik denk hier ongeveer. En toen deze foto in 1995 op de cover van Hartgras stond, was mijn hoofdpersonage in mijn documentaire, De Benen van Marco Overmars, Annemarie Posma, journalist, nu bij het Parool. Toen was zij 10 jaar en werd zij fan van Marco Overmars. Werd zij idolaat van deze man, van deze benen. Hij zit zo diep, het is net een schaatser. Hij leunt helemaal over die bal heen. Zijn sokken zaten laag. Ik vind het nooit zo leuk als jongens een sok hebben tot de knieën. En hij had dan van die korte benen. Ik was heel benieuwd, hoe kan dat? Dat iemand als volwassen vrouw nog steeds zo idolaat fan is van een voetballer, een ex-voetballer, dat de hele kamer nog vol hangt met spullen. En vanuit die gedachte heb ik tegen haar gezegd, ook omdat ze een hele talentvolle schrijfster is met ambities om ooit in dit blad, Hartgras, wat een literair voetbaltijdschrift is, om daarin te verschijnen, zei ik, Annemarie, als jij nou eens de uitdaging aangaat om over die fascinatie, over Overmars, over die benen van Overmars, schrijf daar nou eens een verhaal over. Misschien ontdek je iets over jezelf, over die fascinatie, maar misschien kom je ook met dat verhaal nog in Hartgras, wie weet. Dit was het eerste plakboek dat ik kreeg voor Sinterklaas. Dat zijn de typische Overmars-houdingen. Ja, deze wel. Zeker. Hier zie je dus ook zijn benen. Is zij nou fan omdat Overmars, of ze dat een lekker ding vond? Of ging het echt om de voetballer Marco Overmars? En op die vraag probeert ze ook antwoord te geven in de film. En dat is ook een beetje de zoektocht die centraal staat in mijn film. Nou, ik zie hier geen mooie man, maar dit is hem gewoon als voetballer. Dit vond ik ook de leukste plaatjes. Kijk, hier weer. Het is gewoon, ja, ik weet niet. Zij heeft Overmars 3 keer ontmoet voordat ik deze film begon. En over die ontmoetingen vertelt ze ook in de film. Rood hoofd, in de war, knikkende knieën. Ze is 1 keer bij een ontmoeting met Overmars. Is ze op het moment dat Overmars de trap afkwam, weggerend. Natuurlijk krijg ik spijt. Ik heb echt nog wel, niet de avond zelf, maar het kwam zo de dagen en de weken daarna dat ik dacht van, Jezus, weet je, doe normaal. En wat zonde. Ik had gewoon een filmpje kunnen hebben met mij als journalist die Overmars interviewt. Ja. Ik heb Overmars uitgenodigd bij de première op 8 november in het Felix Meritus op het Total Football Festival. Hij heeft dat verzoek naast zich neergelegd. Marco Overmars hoeft daar niet bij te zijn. Ik moet dit vertellen zoals ik het beleefd heb. En dat moet kloppen. En niet qua feitjes, maar dat moet kloppen. En ik wil dit verhaal over 10 jaar kunnen teruglezen.